Ja, de vaste volgers die weten het wel. Ik heb het al vaker gehad over die windmolens. Weet je, wiek, molen. Ja, beslagschaduwen en het gebrom van die turbines. En mensen die worden daar natuurlijk gek van. En die klagen ook al heel lang. En die laten iedereen in Den Haag, maar ook in de provincies, al lang weten van hou nou op met die molens. He, want niemand weet ook precies de gevolgen voor de mensen. Voor de natuur niet, ook voor de mensen zelf niet. Dat is allemaal nog onbekend. En intussen douwen ze dat maar door en bouwen ze die hele Noordzee al vol met van die molens. En dan weten ze ook de gevolgen nog niet van. Voor de zeeën, voor de vissen en voor alles. En voor het klimaat ook niet. Geen idee. En op het land komen ze ook steeds maar met die molens. En hoger en meer. En mensen laten maar weten van we hebben hier geen zin in, we willen geen windmolens. Maar wat ik steeds al zeg, de gevolgen zijn nog gewoon onbekend. En straks, over 10 of 20 jaar, ja, dan komt gewoon uit van hier had je nooit aan moeten beginnen. Maar wat blijkt nu al, huisartsen laten nu al weten, jongens, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja, die trekken keihard aan de bel en die zeggen, ja, de mensen komen bij ons met allemaal klachten. En niet gewoon zomaar klachten. Nee, hier, ik lees er even een paar voor. Bijvoorbeeld hier is een huisarts uit Den Bosch. Die zegt, mensen hebben duizeligheid. Ze hebben migraine en een gevoel van onrust en angst. En hier is een ander uit Meeden in Groningen. En die zegt, slapeloosheid die leidt tot stress en tot boosheid en vermoeidheid en allerlei niveaus van irritatie. En ik zie alleen maar ruzies bij mensen, depressies en suïcidale neigingen. Vrienden, ja, en derde van zijn dorp in Meeden, zegt deze huisarts, ja, die komt bij hem langs met klachten over die windmolens. En hij zegt, ik ben woedend gewoon, woest dat dit allemaal gebeurt. En dat Den Haag niet naar ons wil luisteren, want dat is het. Ja, die huisartsen, die roepen nu, help ons, help, stop met die windmolens, stop, juist. En ik roep het gewoon maar mee, met die huisartsen, want ik denk dat ze gewoon gelijk hebben. Ja, stop met die windmolens.